Ja, een hele goede middag. Het is maandag 2 april, het is tweede paasdag en ik zeg bij deze van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ja, en het is hier nat, het is hier vies, het regent. Het is geen prettig weer, ik ben al in het vuur geweest. Op zoek naar een priem. Ja, ik weet dat we erin hebben, maar waar? Zoek maar. Maar ik heb hier nog een heel klein doosje met dat kleine gereedschap. Misschien dat daar een priemetje erbij zit. Ja, dat noemen we maar een priemetje, want dat is een klein spul. Ik moet gewoon een priem hebben die ik op zijn kop kan tikken. Ja. Want ik vind het niet leuk als iemand iets voor je doet en dat het ene netjes zit en het andere zit andersom. Dat hoort niet, nee. Doe dat gelijk goed, weet je? Maar nee, dat ken ik niet. Mijn water heeft gekookt. Dus ik neem even een bakje koffie. Zo. En een lekker bakje koffie. Ja, eigenlijk moet ik ook eten, maar ik heb geen rust in mijn kont. Dus ik ga eerst zoeken. Even de camera goed. Ik hoop dat jullie het zo'n beetje zien. Zo, even kijken in de kast. Wie kent zo'n doosje nou niet, hè? Wie kent zo'n doosje nou niet? Ik denk heel veel van jullie. Ja. Ik denk heel veel mensen die dit wel kunnen. Nou, open. Oké, ik denk dat jullie dat wel kunnen, hè? Nou, wie kan dat nou niet? Nou ja, er behoort toch ook een priem tussen te zitten nergens. Dacht ik. Ga gewoon zoeken. Gewoon een priem hebben, kijk. Hier kun je wel met een hamertje op staan. Een stukje, maar nou de priem. Ik dacht dat hij erbij zat. Maar nee. En daartussen. Eventjes. Een kruiskop. Heel kleintje. Waarom zit er dan niet weer een priem ertussen? Ik heb er zelf ooit een bakje gehad, er zat ook een priem bij. Het enige wat ik nou zou kunnen doen, omdat wanneer gebruik je zo'n klein roddingetje, om die op zijn hartstikke schrijven. Dat gaat niet. Ze zijn te groot. Er ook goed in. Ja. De rest is ook hier te groot van. Deze is heel klein. Niet in de kast, Dane. Nee, niet in de kast. Dat mag niet. Dat mag niet. Dat mag niet. Dat mag niet. Doen we hem dicht. Zo. Daar ligt mijn hondje. Heel rustig te zijn. Hé? Ja, nou. Dat, ja. Ik moet maar eventjes ermee naar boven. En ik ga het proberen. En jullie krijgen het straks wel van me te horen. Of het ook gelukt is. Ja. En dan laat ik het dus nooit jullie ook wel zien. Dat is, ik vond het niet leuk. Ik heb die rode hero. Die maakt iedere keer met zijn pootjes een kastje open van een oud bureau. En daar had ik
in eerste instantie voorraad met katten eten enzovoort in. Ja, en dan is dat eten aangebroken. Dat scheuren ze kapot met z'n drieën. Maar hij maakt het kastje open. Dus ik had een haakje gehaald met zo'n oogje. Maar achter dat oogje zit een heel mooi plaatje. Die kant heeft hij wel mooi gedaan. Maar waar het haakje aan zit, zit dus ook een plaatje achter. En dat zat weer schotse scheef. Nou, dat wil je niet hebben. Ook al staat het op de kattenkamer. Ik wil dat niet. Ik wil dat gewoon netjes hebben. Nou, doe ik dat dan goed, denk ik bij mezelf. Je doet het thuis toch ook nog goed? Waarom dan bij een ander niet? Dus ja, ik heb hem los weten te krijgen. Ik heb hem al weten te draaien en met één schroef weer vastgezet. Maar de tweede schroef wilde niet in. Dus dat ga ik doen. Pak er nog even een ander schroefje erbij. En dan heb ik een reserve schroefje. En dan zien we of dat gaat lukken. En zo ja, dan laat ik het jullie zien. Dus tot straks. Hey meisje. Ja, lieve vrienden. Astrid is geweest, zoals jullie wel wellicht weten. Dan mag ik in principe, zet er een hekel aan. Ze blijft er een hekel aan hebben. En toch staat ze er al een aantal keren erop. Maar die zat hier nauwelijks. We hadden net een koek op. Maar ja, ik had niet veel koek meer. Ik heb er nog eentje over. Maar vanavond komt Chrissy. Ik denk, nou, die is wel voor Chrissy. Maar, wat denk je? Komen er nog twee op visite. Een andere, een schat van een vriendin met haar vriend. Maar die vriendin is ook een soortement zusje van mij. Die ken ik al jaren. Die heeft ook heel veel voor ons betekend. Heel veel voor ons gedaan. En die zijn net ook de deur uit. Dat, ook die hebben er een hekel aan om gevlogd te worden. Haar vriend, die heeft wel internet, geloof ik. Maar die zit nergens op. Die heeft geen Facebook, die heeft geen YouTube. Die doet helemaal niks ermee. Dus ja, het interesseert hem ook allemaal niet. Maar ja, dat is zijn leven. Dat moet hij zelf weten. Dus ja, nou heb ik hier nog twee lege pakjes frisse drinken staan. Die ga ik zo weggooien. Allemaal kopjes bol. Mijn kopje, nou ja, dat is die. Daar moet er zometeen weer koffie in. En de rest, dat gaat even die kant op. Dat ga ik straks even weer in de vaatwasser doen. En ik moet eventjes eerst zometeen naar de DK-markt. Maar ik neem jullie niet mee, want ik ga even erheen. Even wat halen nog, want het is nog steeds paars. Ik wil even wat lekkers halen. Ook voor vanavond weer bij de koffie. En, want de koek is op. Ja, nog maar één koek. Nou, daar ken ik niks mee. Ja, opeten. Maar meer ook niet. Maar in ieder geval, dat ga ik zo meteen eerst doen. Moet me goed aankleden. In Den Haag is het lekker weer, hoor ik net van Karin. Daar schijnt de zon, daar is het lekker weer. Wij hebben regen, ja. Het niezen van dat vieze fijne regen, het is niet lekker. Nee, alles is nat. Dus ik doe zo meteen mijn lange jas ervan aan, mijn hoed op en ik kachel even die kant op. Dus ik zeg lieve vrienden, tot later. Doei doei. Zo lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik had jullie dus dit keer niet meegenomen, maar Jan die gisteren dus hier was, die heb ik nou aan de telefoon hangen. En ja, die wou blauw, blauw, blauw. Nou, denk je dat ik blauw kan slagen? Nee dus, nee. Maar ik heb andere dingen gekocht en ook dingetjes dat ik denk van nou, voor een andere spiegel of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik heb hele mooie pauwenveren. Ja, daar gaat hij weer, dat Facebook. Kijk, dat vind ik mooi. En dit zijn groene veertjes. Nou, roze, dat is niks voor een man. Maar hier heeft hij blauw. Of ik daar genoeg aan heb, weet ik niet. Maar paars, dat is ook kleurtelladig bij. En blauwe bloemetjes, nou, nop en jendo. Dus ik heb andere bloemetjes. En ja, ik heb natuurlijk vogeltjes. En dan wil hij er even zien.
Dat blauwe vogeltje met blauw. Wil die erop? En dan heb ik nog een zakje. Moet ik dat zakje zien te vinden. Dat is met geel. Dat is een vlinder. Moet ik ook niet. Kijk. Hier ook met blauw. Wil die er eentje van op hebben? Dus één kleine en één grote komt erop. En dan komt het er vast op. Dus ja, vouwenveren, dikra stenen en twee vogeltjes. Want zijn parkiet is blauw. Ja. Nou, en dat is een uitstekende kleur. Dus ja, dat vind ik wel bijpassen. Roze vind ik te zoet voor een man. Dat klopt, ik ook. Ja, vind ik te zoet voor een man. Dus, dan mijn paard. Dat is niet zo zoet. Nee, daarom. Ik vind het wel leuk. Dus, komt wel goed. En als het klaar is, ja, ook jullie krijgen hem dan weer te zien. Jazeker. Ik ga eerst ook, en dat zei ik tegen Jan, dat vierkant klaarmaken met het bondje eromheen. En die gaat dan als een set verkocht worden en niet los. En deze, die wordt voor Jan, die heeft Jan besteld, dus die krijgt hij dan ook. Ja. En daar is ons prinsesje weer. En daar gaat mijn mobiel. Oh. Ja, dat is Karin. Ja. Dus ja, dan ga ik zo eventjes beantwoorden en bekijken en bedoelen. En ik ga achter een bak koffie aan en ik moet de troep hier nog allemaal opruimen. Dus ja, ik heb nog heel wat te doen en vanavond komt Chrissy. Ja, want mijn hondje gaat onder de douche. Ja, en zijn oortjes moeten nog weer gedaan worden. Dus, ja, ik heb nog druk dus. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei, doei, doei. Zo, lieve vrienden, ik heb mijn eten weer voor mijn neus staan. Dat ziet er voortreffelijk weer uit. Glaasje wijn, bakje koffie en meneertje daar. Nou ja, die heeft het zo goed als op. Ja, hij moet nog een klein beetje. Maar hij is even vol. Hé, kerel? Ja. Het komt goed. Hé? Ja, man. Ja, hè? Je bent lief, hè? Ja, zo lief. Dus lieve vrienden, ik zeg voor nu degenen die ook nog eten moeten, smakelijk eten. En een hele, hele, hele fijne avond gewenst. Ja, ik krijg Chrissy straks. Dus, ja, wie weet vlog ik, wie weet vlog ik niet. Ja, het is maar net wat we gaan doen. Sowieso gaat het hondje eventjes in de douche doen. Even lekker douchen, schoonmaken. Ja, dat kan ik helaas zelf niet. Dat doet zij één keer in de zoveel tijd voor me. Dus ja, toch weer lief. En nou moet het wel, want Karin die heeft vorige week zondag een slaolie over me heen gemorst met zijn oortjes behandelen. Maar ja, dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, als ik allemaal vlog, dan horen jullie dat wel. En anders hebben jullie pech. Doei dokies. Nou lieve vrienden, ik heb een set klaar. Deze set wordt in zijn geheel verkocht en dus niet apart. Ja, er zitten nog wat pluisjes hier op. Ik heb het allemaal wel schoongemaakt, maar ja, pluisjes dalen nou eenmaal weer verder. En ja, je ziet de koelkast erin spiegelen. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. En ja, het hoort bij elkaar, past bij elkaar. Hier een mooi plateau met een kaars erbij. Ook uiteraard kan men er wat anders op zetten dan een kaars. Ja, maar de kaars wordt erbij verkocht. Dus die hoort erbij. En ja, ik vind het echt een beetje stoer eigenlijk. Meer voor een man. Ja, een romantische man. Dus ja, wie oh wie koopt deze mooie, geweldige zet. Prijzen krijgen we nog te horen, want ik ben met mijn schoonzoon bezig. Die is met een mooie prijslijst bezig. Dus ja, dat komt allemaal nog. Dat, ik hoop dat jullie het mooi vinden. Ja, lieve vrienden, het is dus avond en ik meende dat Chrissy zou komen. Het is nog steeds maandag. 2 april, nog steeds tweede paasdag, maar ik meen dat Chrissy zou komen. Heb me toch niet vergeefd, is het morgenavond pas.
Dus ja, ik heb haar net gebeld en ze zegt nee, schat, morgenavond. Oké. Okay. Dus ja, dan wordt meneertje daar morgen pas gedoucht. Die daar ligt. Dus ja, dat morgenavond. Nou, ik denk dat ze morgen bij tijd komt. Ze eet morgenavond ook weer eens een keertje mee. Ja, altijd gezellig. Gaan we aan de stampot boerenkool. Top. Met een rookworst. Dat ja, ik sluit deze vlog. Deze. En ik zeg een hele fijne avond verder. En voor later wel trusten. En gezond weer op. En God zegen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Met uiteraard een nieuwe vlog. Dus zeggen, doei doei.